Vika Zaalsmeer speelt vanavond alweer de laatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie. Met de huidige koppositie zijn de Aalsmeerders zeker van een plaats bij de eerste zes en dus deelname aan de kampioenspools in de na-competitie. Een heel ander verhaal is het voor de tegenstanders van vanavond en dat is Quintus uit Quinsheul dat nog volop verwikkeld is in de strijd om de zesde plaats. Quintus bezet momenteel plaats nummer 7, is afhankelijk van andere uitslagen en moet dus winnen vanavond. Vikas Aalsmeer won eerder dit seizoen van Quintus, maar de mannen uit Quinsheul kunnen nog wel eens verrassen. Zo wonnen ze op 12 december nog van Kras Volendam. En het doelpunt is van Wai Wong. Vikas Aalsmeer neemt de leiding in de wedstrijd bij een stand van 5-2. Laatste thuiswedstrijd zoals gezegd, maar er staan nog wel twee belangrijke uitwedstrijden op het programma. Dat is donderdag tegen ENO en 15 februari tegen de Lions. Gabi Bergiovanu met een over de hele die maar net overgaat. Er zijn een paar sterke spelers vertrokken bij Quintus, waaronder de broers Stuiver. Maar ze hebben wel weer Luc Obbens erbij gekregen, die hier een stand van 9-8 op het scorebord brengt. Luc Obbens, vorig jaar nog spelend bij Vikas Aalsmeer. Een redelijk gelijk opgaande eerste helft. En dan weer zo'n schitterend door Stefanovic aangekondigde vlieger, maar het is Robin Boomhouwer die de kans mist. Luc Obbens dan. Een mooie paas naar de cirkel. En dan is het Chris de Bakker die kan scoren vrij vanaf de cirkel. En de stand is 12-11. Ondanks de gelijk opgaande score is Vikas Aalsmeer toch wel de betere ploeg. Met een betere dekking, maar ook een gevarieerde aanval. De doelpunt was van Robin Boomhouwer. Stand is 14-12. Vikas Aalsmeer zet een tandje bij, zo vlak voor het einde van de eerste helft. En het is maar de vraag of Quintus die snelheid kan bijhouden. Remco van Dam brengt de marge op 3 punten bij een stand van 15-12. Dan de laatste minuut voor rust. Wai Wong met een mooie paas naar de linkerkant. En dan is het Frank Lubbert met deze fraaie lob. Die zorgt voor een stand bij rust van 17-12. Vikas Aalsmeer leidt met 5 punten verschil. Dan de tweede helft. Vikas Aalsmeer gaat door op de ingeslagen weg en bouwt de marge verder uit. Met een doelpunt van Robin Boomhouwer aan de rechterkant. Brengt de stand op 19-13. Sven Hemmes in het doel bij Quinsheul. Het team van Eelco Overkleeft. Dat het de Aalsmeerders in voorgaande seizoenen nog knap lastig kon maken. Vikas Aalsmeer verloor regelmatig, vooral de uitwedstrijden. En het doelpunt was van Samir Ben Ghanem. Vikas Aalsmeer slaat nu echt een gat van 8 punten, waarop Quintus even geen antwoord heeft. Tijdspel bij Quintus en een halve break bij Vikas Aalsmeer met George Stefanovic. En een schitterend toverballetje van Frank Lubbert, topscorer van de wedstrijd met maar liefst 10 doelpunten op zijn naam. Vikas heeft de verdediging goed op orde, daar waar het bij Quintus juist een beetje is ingezakt. Frank Lubbert. En dan is het Remco van Dam, mooi aangespeeld in de loop, die een doelpunt maakt, 33-21. Quintus lijkt er niet meer aan te pas te komen. En het doelpunt is van Samir Ben Ghanem, 34-22. Het einde van de wedstrijd nadert en dat betekent dat Quintus een plaats in de winnaarspool aan zich voorbij ziet gaan vanavond. In het doel bij Aalsmeer, Mark Kooi. Met een uitstekende redding, 16 jaar is hij nog maar, uit eigen jeugd. En hij doet het niet onverdienstelijk. Niels Dekker dan, ook zo'n talent uit eigen jeugd. Trainer René Romeijn geeft de hele bank de kans vanavond om een bijdrage te leveren aan de wedstrijd. Die natuurlijk inmiddels allang gespeeld is. We kijken naar de laatste seconden van de wedstrijd. Met een overtreding tijdens een doelpoging en dus een penalty. Maar ook die wordt gestopt door Mark Kooi. Helemaal blij is hij en Vikas met hem. Vikas wint van Quintus uit Quinsheul met 35-24. Een verdiende overwinning
Met name behaald in de tweede helft van de wedstrijd. Ja, net voor de rust toen we de time-out hadden, 4 minuten voor de rust, was 2 verschil. Ja, toen deden we het daarna even goed qua bewegelijke aanvallen gehad. Toen liepen we uit naar 17-12. Toen sloegen we eigenlijk meteen het gat, want na de rust is het niet meer gevaarlijk geweest. We hebben geconsolideerd, we zijn eigenlijk punt bij punt uit gaan lopen. En ik moet zeggen, compliment aan de jongens vandaag ook, dat ze ook gewoon tot de laatste minuut volle bak willen gaan. En je ziet de hal komt steeds voller en vandaag was het heel leuk. En ik denk, dat moet je het publiek ook geven. En dat zei ik tegen de jongens ook, degelijk gespeeld, iedereen heeft gespeeld. En een goede overwinning, dus keurig vond ik het. Ja, het is geweldig om mee te mogen maken. En train er allemaal hard voor. Ja, ik heb zeker goed gevoel over. Ik heb ballen gestopt, penalties.